Hey Lapswans! Hey Joopie! Hey Joopie! Hey! Hey Karel! Hey! Hey Michael! Heb je mijn Elvis aan hey, gezien? Hey Finke! Padvinder! Padvinder! Heb je mijn Elvis aan gezien? Hey Mike! Heb je mijn Elvis aan Ido, waar ben je? Ik ben bij de inbound. Ik kom net van inbound vandaan. Oké, okay, dan bel ik je zo terug. Ik ga eerst heel even snel iemand ophalen, oké? Okay? En dan bel ik je zo terug, oké? Okay? Ja! Ik moet echt, het is heel stom wie ik moet ophalen. Echt een lul, oké? Okay? Yes. Oké. Hey, yes. Gerard. Hey, Gerard, ik was met iemand aan het bellen, maar ik zei even dat ik eerst iemand op ging halen. Nee! Ik dacht echt, ik was echt serieus aan het nadenken. Hij gaat iemand ophalen. En dan haalt hij mij, joh. Waarom haal je hem op? Ja, gewoon heb ik ontvoerd. Nu heb ik je ontvoerd. Ik ben ook juist aan het vastgebonden. Ja, wat heb je met jou haar? Ja, trouwens, klopt. Wacht even. Wat heb jij met je haar gedaan? Dat wou ik vertellen, maar jij wou niet luisteren. En je kapsel? Ik ben Elvis. En ja, je snor en baard? Oh mijn god, dat is een hoog kapsel. Moest van mevrouw. Nee, maar waarom nam je niet direct op? Dat toen ik je belde. Wanneer? Wanneer vroeger? Nee, dat doen we niet meer aan. Dat is niet leuk. Wanneer? Ik reageer niet. Ik doe... Gerard, dat is verleden tijd. Nu ga ik gewoon niet zeggen wanneer. Ik moet anders dan wanneer. Nu is het gewoon een vertrouwingstest. Wanneer? Oké. Okay. Wanneer vroeger om doen we niet meer aan. Wanneer, Gerard? Oké. Okay. Ik belde jou 5 minuten geleden. Wanneer vroeg ik hierom? Politie! Nee. Gerard, stop. Hey, Mees! Hey! Ik vind jou eer, ik wil oprecht niet met jou contact hebben. Mees! Nee, ga niet weg, alsjeblieft. Blijf bij me, Mees. Mees, blijf bij me, alsjeblieft. Mees, alsjeblieft, blijf bij me, Mees. Nee, verlaat me niet. Nee, echt niet. Hoezo niet? Ik ben leuk. Hoezo ben je nou hier? Ja, ik kom jou gewoon tegen. Kijk, zie je die achtervolging voor ons? Of achtervolging? Hier, er gaan 2 auto's die heel gaan snel. Ja, die gaan we achteraan. Die gaan we achteraan. Oké. Okay. Ik weet niet hoe slim dat is. Lijkt, ze gaan wel echt snel. Ze gaan oprecht echt snel. Jij bent echt het opgeven. Oh! Oh! Ik zei dat het moment kwam. Wat doen ze? Is het een achtervolging of is dit wat anders? Zouden ze doorhebben dat wij achter hun rijden? Dat denk ik niet eigenlijk. Wat voor auto is het überhaupt voor ons? Is dat niet diezelfde die jij hebt? Nee, dat is een hele andere. Dit is een hele andere. Die we zitten er tussen. We zitten er tussen, dus ik weet niet of dit anders is, Gerard. Dit lijkt net op een F1 race. Ja. Dat heeft iemand in me gehaald. We zijn aan het racen hier door de stad. Ja, is het. Oh, het is ook echt Mees. Ja. Hey Mees. Ik wist het wel. Ik dacht wel, ik heb Mees net ook in die auto gezien. Maar wie is die gast achter ons? Ja, dat weet ik niet. Ik ook net zeggen. We hebben Mees hier. Wat zijn ze aan het doen? Wie is dat? Ik wil wel weten wie dat is. Aangezien dat Mees is, wil ik het helemaal weten. Ik denk dat dat Mees geachtervolgd wordt door die ene gast. Zie je? Want hij rijdt rondjes. Dus hij wordt echt achtervolgd, ja. Hij wordt echt achtervolgd. Ik weet het zeker. Stop, jij idioot. Oeh, hij ging door het water. We gaan het blokken. Gerard, we gaan de hele tijd hangen. Blokkenpark! Nee, niet bij Blokkenpark. Stop, jij idioot. Nee, ze proberen er omheen te komen. Oh. Kijk, en nu is hij me kwijt. Hoppakee, Gerard, zo doen we dat. En nu is hij me kwijt. Ja. Hoppakee, kijk, en zo speel je de held. Ik denk niet dat hij de bedoeling was dat hij mag te volgen. Oh, nu wordt geweld door Mees. Hij heeft hem weer gevonden. Help. Ja, ik heb hem al. Heeft hij weer gevonden? Of wie is het? Ja. Dat is een man met, hoe heet het? Die zak, ja. Ons hoofd. Oh, zo die heg is het. Hey, komt de bonken BV. Komt de bonken, Bill zweet zwemmer. We hebben een meeting met die gast met een zak over zijn kop. Ja, hij zat net achter Mees aan en ik had Mees geholpen. Dus ik vind prima een meeting te doen, maar ik ben wel met Gerard. Ja, nou kan Gerard niet heel eventjes aan de kant en jij ja, even je vuurwapen halen. Want ik denk dat er toch wel dat die kant op gaat. Yes, hallo. Hoi. Hey. 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 Ben jij makkers van plakkers? Ja. Waarom heb je opa Gerard achterop? Ja, omdat ik gewoon bevriend met Gerard, hè? Kom je naar het casino, dan geef ik zo een feestje. Je gaat een feestje geven bij het dat casino? Is, ja. Hoezo een feestje? Het is het jaarlijkse offerfeest alweer, dus feestjes. Wie ga je offeren? Ja, dat weet ik nog niet. Ik ken zijn naam nog niet, maar okay. Wordt gezellig. Een offerfeestje bij het casino, oké. Okay. Hey, ik heb een meeting met hem bij het casino. Ja, daar gaan wij ook heen. Daar gingen wij met hem meeten. Zal Gerard in de verte met een verrekijker gaan kijken? Doe dat maar. Ga maar ver in de verte staan, oké? Okay? Want ik denk niet maar dat je hierbij wil staan. Maar ik heb geen verrekijker. Waar kan je die kopen, weet je dat? Ja, geef ik jou even die van mij. Maar kan jij een beetje zingen, Marcus? Nee, jawel. Je hebt het laatste nummer uitgebracht. Ja, ik kan heel goed zingen. Ja. Gerard. Want jij bent Gerard.
Gerard. Wat is dit nou weer? Is toch niet voor ons? Wat is dit nou weer? Wie is het precies op jullie twee? Ik neem aan. Gerard. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Jij houdt ons gaan, hè? Als ik jullie zeg dat ik al vanaf voor blokkenpark achter jullie zit, wat... We waren wij niet. Wij staan hier al drie dagen. Jij zegt dat je ons volgt in het blokkenpark. Ja, al daarvoor. Ja, Gerard, ik zei al tegen hem, rij is rustiger. Ja. Nee, maar hij rijdt niet rustiger. Aantal zaken. Snelheid, de Gerard van ons stoppenleg. Ik heb hem niet genegeerd, ik heb gezwaaid. Ik heb gezwaaid. Ja, doei. Tot ziens. Dankjewel Gerard, die kon ik gewoon makkelijk ontsnappen. Nou jongens, dan gaan we even mijn wapen ophalen. Yo, makkers. Wat is gaande? Ja, wacht even, we hebben een beetje gesnitcht. Je hebt gesnitcht? Ja, gewoon bij de wouten. Oh shit, meen je dat? We gaan hem een beetje proberen te naaien, hij heeft zijn grote muil. Oh mijn god. Zijn auto staat er nog. Dus pas op dat je... Waar is hij nu? Waar is hij? En waar zijn jullie? Ja, wacht even, bij het casino. Kom naar het casino, pas op met je vuurwapen. Oké jongens, ik heb geen idee wat er allemaal gaande is. Oké, ze hebben dus blijkbaar gesnitcht, waardoor Zodiac daar niet meer is. En politie nu op zoek is naar mensen met vuurwapens en zo. En ik heb nu mijn vuurwapen op zak, dus... Oké, nieuwe outfit aan, waardoor we wat minder opvallen. Hey, wat is er nou gaande? Ja, we hebben hem klem gezet met politie. Wij staan om het hoekje eigenlijk. Dus je kan naar het casino komen. En dan staan we daar met een C63 langs de weg. Oké, kom eraan. De Mercedes, volgens mij zijn jullie dit. Klopt dat? Ja. De zakkiejak genaaid. De zakkiejak genaaid. Kan hij geen kant op dan? Kan hij zit in een steegje daar. Hij zit helemaal vast. Hij kan geen kant op. Hij kan geen kant op. Hij is zo'n kleine crimineel dat hij gewoon zo'n doodlopen steegje pakt. Ja. Maar even kijken, want als hij nu in die agent schiet, dan kan jij ook losgaan als voor mij part. Op hem. Als hij op die agent schiet, als hij op die agent schiet, mag hij voor mij losgaan. Op hem gewoon helemaal. Oké. Ja, ja. Prima. Ja, maar hij gaat denk ik toch die agent niet pakken nu, lijkt me. Dat denk ik wel. Is hij alleen? Nee, met Orkun. Met Orkun, maar is Orkun niet vrienden van Willem en zo ook? Of... Ja, wel, maar nee. Want hij heeft ons genaaid, dus. Orkun heeft jullie genaaid? Ja, soort van. Ja, Orkun wou met mij meeten, dus ik meet met hem in één keer kan die Zodiac kan eraan. Ze staan nog gewoon daar binnen het onderhand. Nou, weet ik veel. Iets met de papa. Ze stonden met z'n drieën. Ze stonden alle drie, dus er is nog niks aan de hand. Kan één iemand niet op dit gebouwtje, Rick? Ga via achter? Op dit gebouwtje hierboven staan. Je weet praat in Porto. Praat in Porto. Jo, kom goed. Gerard ligt ernaast. Oh nee. Volgens mij is zijn auto gestolen. Wat? Ik zie inderdaad dat de politieauto ook weg is. Nee, de politieauto is weg. Oh, waarschijnlijk. Ik ze zijn verder het steegje in. Ja, ze zijn verder het steegje in. Ja, Gerard had de club GTA Gerard, van Zodiac. Gerard, wat doe je nou? Ik heb een probleem. Maar waar is Zodiac nu zo? Hij rent weg. Ik heb geen zicht. Waar rent hij heen? Hier. Richting de snelweg, laten we zeggen. Richting de snelweg. Wat doen we? Hou deze kant. Ik ga pas die andere kant. Hij rent de snelweg op. Hij pakt de andere kant, Jordi. Dan gaat die andere kant. Hij loopt rustig. Ja, hij loopt nu naar de andere brug. Andere brug. Daar Jordi. Ja, daar Jordi. Hij gaat de snelweg af. Ik ga naar beneden. Waar is hij? Is hij de snelweg op naar beneden? Hij is naar de snelweg. Nee, nee toch? Oh, hij rent over de snelweg. Jongens, hij rent nu over de snelweg. Wat doen we? Een machine. Hij rent nu onder die grote brug. Onder die hele grote brug. Hij gaat weer naar boven, naar de andere kant. Hij gaat de andere kant weer naar boven. Wat doen we met hem? Wat willen we met hem? Ja, hij zit daar in een bosje. Meenemen. Jij moet hem een gun op hem richten. Ja, maar hij kan niet achterop, dat is niet echt verstandig. Hij zit in een bosje. Het is niet echt verstandig als hij achterop gaat. Dus hij kan beter in een bosje bij de snelweg. Hij kan bij ons in de auto, hij kan bij ons instappen. Kan jij je motor achterlaten? Onder de snelweg nog steeds? Ja, zit hij ergens in een bosje. Heeft hij zelf ook niet een gun? Hij heeft een gun, ja, kijk uit. Waar is hij? Ergens onder de brug in een bosje, wacht Max, ik ben heel dicht bij je in de buurt. Hallo meneer! Nee, maar daar ben ik. Oh, hoort u dat? Oh jee, oh jee. Yo, rij naar beneden, rij nu naar beneden. Jee, maar wie is geschoten? Zodiac op. Wat is dit? Wie is dit? Wat is er met Nick? Hier, achter die range, achter die range. Waar is hij? Waar rijdt hij? Oh, hier. Pak hem. Laat maar rijden. Kut. Wat is dit, man? Richt je gun. Ja, hij bukt vol tegels aan en rijdt lekker verder. Oma. Ik had zijn band geraakt. Niet de tering, lek. Ja. Roy Hunt komt ook, Kut, sorry. Hij rijdt gewoon door. Kogels gelost. Schieten. Ja, hij moet wel stoppen, man. Jesus Christ. We rijden nu bijna bij Tequilala. We zijn nu bij Tequilala. Hij zit bij Nick in de auto. Bij Alexander. Ik denk dat ze naar zijn huis toe gaan. We gaan de berg in. Fuck, helpt Alexander hem. Schiet banden. Ik moet op mijn motor. Ja. Ja, band lekker schoten. Rijden. Oh. Rijden. Jullie waarschijnlijk.
Oeh, ze richten gun. We moeten hier weg. Ze zijn de lul, ze zijn de lul. Politie komt hun kant op. Politie komt hun kant op. Dat zijn we de lul. Gaan weg hier. Gaan weg hier. Ze zijn de lul. Ze hebben lekker band. Gaan weg hier. Oh mijn god, jongen. Ga je naar rechts? Gewoon even dit gebied een beetje verlaten. Waar zijn jullie? We zijn nu stil in de garage, want ze kunnen niks. Ik ga Nick bellen. Ja, hoezo helpt hij? Hij wilde bom schieten, hè? Hij pakte zijn gun. Ja. Nick pakte zijn gun. Hey boys, waar is die? Hebben jullie enige indicatie? Nee, op een gegeven moment hadden we hem, maar toen stapte Nick uit en die poelde zijn gun op ons. Die geschoten of niet? Heeft hij geschoten? Nee, maar hij poelde hem wel. Dus wij reden door, wij zitten op de motor. Dan ga ik echt niet blijven staan en open op het beste. Jesus fucking Christ, man. Holy shit. Ja, wat was dit? Ja, maat, geen idee. De fucking... Ja, maat. Hoezo poelde hij zijn gun op ons? En hoezo helpt hij? Ja, ik mag hopen dat hij niet wist dat wij het waren, maar... Ja, anders is het einde goed contact. Als hij wist dat wij het waren, alsnog poelde hij zijn gun op ons. Ik werd vanmiddag gevraagd door Orkoen of ik even wou meeten. En toen? En toen in één keer uit het niets kwam... Hoe heet het? Zodiac met een gun op mijn kop. What the fuck? Toen ben ik ontvoerd. Toen stonden we op een afgelegen plek. Maar Yuri had ons dus gevolgd vanaf een afstandje. Ik moest uitstappen en hij ging een gun op mijn rug. Toen stapte hij toch weer in. Ja, toen hij instapte was mijn moment om weg te rennen. Een heftige dag. Ja, wat was dit allemaal ineens? Oh, shit. Ik begon de dag met een meeting met een meneer. Ik weet niet of je hem kent. De vader. Nee. Ik ken mijn vader, de burgeroorlog. Maar niet de vader. Nee, ja, voor de burgeroorlog heeft hij mijn broer vermoord. Jij hebt een broer? Toen hij, ja, Frederik Fors heet Frederik hij. Fors, what the fuck? Wist niet dat jij een broer had? Oké. Ja, en toen heeft hij dat gedaan. Heeft hij een Twitterpost van gemaakt. Toen is hij gewoon een aantal jaren verdwenen van de aardbodem. En nu uit niets wou hij vandaag met me meeten. Dus ik heb met hem gemiet. Al iets gevonden toevallig? Nee, niks. Hebben jullie dat zandpaadje? Dat kan alleen de G-klas even doen. Ja, dat heb ik gedaan. Nee, dat heb ik al gedaan. Ik denk dat hij al wel weg is hier. Ja, ik denk eerlijk ook dat hij weg is. Dat hij of opgehaald is, of hij is gewoon te voet. Want hij was met Nick. Nee, Nick die heeft echt... die was aan het stuur volgens mij. Hij was degene die reed in die range. Rijden in die range? Ja, en op een gegeven moment hadden Rick en Nick... Ja, die range is voor hem. De band lekker geschoken, door ze echt gewoon crashten. En toen stapte Nick uit en die poelde een gun op ons. Hallo. Hey, was jij net op die mooie motor? Ja, wellicht. Bij mijn mooie nieuwe range. Wellicht. Nou, oké, dacht ik al. Hey, hoezo poelde jij een gun op ons? Ja, hallo, jullie begonnen een keer op mijn auto te schieten, hallo. Ik weet niet welke gemaskerde gasten al op die motor zitten. En je had niet door dat wij überhaupt mod hebben met de Zodiac. En dat Dat heb ik net gehoord. Maar dat hoor je net pas. Ja, dat hoor ik net pas. Mm. Ja, ik dacht alleen dat de Zodiac een akkefietje had met Willem. Maar een akkefietje met Willem is natuurlijk een akkefietje met een groep, hè? Ja. Ja, het is wel zo. Ja, jongen, ik ben hier echt zo pist voor. Ja, nu stond ik helemaal terug kieken met politie. Ja, schotenmelding bij mijn auto. Mm-hmm. Bij mijn nieuwe auto waar nog niemand iets van wist. Ja, nu kan ik helemaal mijn wagen Sorry voor je auto in ieder geval. Ja. Maar weet je waar Zodiac nu is? Ja, nee, ik ben gaan vluchten en politie had me bijna, dus... En jij weet niet meer waar hij is nu? Je hebt geen contact met hem? Ja, nee, ik heb zijn nummer überhaupt niet. Oké, dus jij zou ook niet kunnen weten waar hij mogelijk nu heen vlucht of zo of iets? Nee, daar heb ik echt 0,0 idee van. Oké. Jullie horen nog wel van me. Ja, is goed. Hallo. Hey. Hey. Wij hadden een finished business, zoals we dat noemen. Ja. Ja. Ben je boos op me? Nee, wat dan? Nou, je maatjes van The Darkness wel, zoals ik net heb geleerd. Zoals jouw groepering heet. Lang verhaal, maar we on good terms. Dus wil je afspreken? Even afmaken? Ja, prima. Nou, dat is fijn. Wat wil je doen? Waar wil jij? Zelfde plek als vorige keer? Zelfde plek? Oh ja, dat was wel een lekker plekje. Ja, maak het even af. Gewoon, maak het af. Weet ik veel wat je allemaal aan doen was. Je wilt nog maar praten. Nou ja, vertellen. Ja, vertellen, praten. Verwillen en zo. Ik kom zonder iets. Rust gaan. Ja. Dus... Ik kom ook zonder iets. Helemaal op helemaal prijs als jij ook zonder iets komt, zodat we... Tuurlijk. Oké. Ja. Ja? Prima. Ik ga helemaal clean. Zorg dat politie je niet volgt. Ik word nee, gezocht. Je wordt gezocht. Oké. Nee, ik kom goed. Ja, lang verhaal. Tot zo. Ik heb een meeting met Zodiac. Waar? Ja, bij de... Waar Baby Oli Boys ook stonden. Niet je werk. Ja, ik ga er zonder wapen heen. Blijf wel ver op afstand. Dat is echt niet slim. Ja, maar eerst tot hij er is, dat wilde ik zeggen. Blijf ver op afstand tot hij er is. En dan kunnen jullie gewoon het gebied omsingelen, weet je? Binnenvallen inderdaad. Ja, dan kunnen jullie rustig binnenvallen. Ja, hij zei dat hij ruzie had met jullie, dus ik denk dat hij niet weet dat ik erbij was. Maar ja, dat betwijfel ik. Je motor hier, Max? Dat jij erbij bent. Ik denk dat hij dat wel door had, hè? Nou, oké, we hebben nu een meeting met de Zodiac. En de gang die hebben we ingelicht hierover, dus we gaan kijken hoe dit af gaat lopen. Babs? Ja? Jij geeft het teken als we binnen kunnen komen, toch? Gewoon hoesten. Ik doe wel gewoon... Hey, Sam. Maar voorop. Hey! Hey.
Hey. Ik ga ook even heel cool leunen. Jij gaat ook even cool leunen. Hey, waar wilde jij het nog over hebben? Ja, vorige keer ging het een beetje op rip. We waren vorige keer geëindigd bij dat jij waardevol was. Ja. En dat was zo, omdat jij veel over Willem wist. Mm-hmm. In de tijd dat ik jou heb gesproken is er enorm veel gebeurd. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Er gebeurt altijd veel. Ja, ik ben er namelijk achter gekomen wat de naam van de groepering is. Alle leden van de groepering. Okay. En een beetje de eigenschappen van sommige mensen. Oké. Vooropstellende, Jordi Blanco is een fucking aap. Dat is een aap. Een clown. Een clown. Hele circus. Oké, het hele circus. Maar ik hoorde dat jij ruzie had. Ja. Dus nu, met ze. Wat is gebeurd? Ja, dat, ja, ik hoorde ik allemaal chaos even... in de porto en ik zat lekker met Gerard. Zat ik... Ik zal het even kort vertellen aan je vriend. Ja? Ik wilde afspreken met Rick Force. Ja. Even kennis maken. Ik had geen idee wie Rick Force was. Ik dacht, even u kennis maken. Ik nam hem mee in de auto. Mijn manier. Hij zei, hij lachte me uit. Hij zegt, oh, je hebt Rick. Ik zie precies waar je rijdt. En toen is Rick mijn auto uitgestapt en is hij bij Joni ingestapt en is hij gevlucht. Nou, hartstikke stoer, hè? Een echte man inderdaad. Nou, was dat een van ons, of niet? Gassen. Gassen. Meestal. Gassen. Ruzie. Oh, die mensen maken me nu zo boos dat ik gewoon niks anders wil dan... Ik kan me amper bedwingen. Jij bent letterlijk de enige waarbij ik me kan bedwingen. Om niet te doden of iets te pakken of zo. Ja, om je nu, zeg maar, bij wijze van spreken niet gewoon bij je keel te pakken. Ja. Dat niveau. Nee, oké. Dat snap ik. Al zou ik nou hetzelfde gesprek hebben met Jordi Blanco, had ik hem denk ik nu wel... Dan heb je hem gedood. Denk ik wel. Ja. Met de lul. Laat je clown maar zien. Clown zien, vriend. Laat je staan, pik. Het circus is mee. Laten we dat zien! Hey, ben jij de directeur? Nou dan, zak van ik haal even die zak van je kop af. Hey, trouwens makkers. Handje in de lucht. Ben jij een acrobaat? Ben ik een acrobaat? Achter ons iemand. Hoezo? Echt van iedereen dacht ik dat jij wel te vertrouwen was, wat stom heet. Ja gast, wat wil je dan? Ik met jou praten. Jij wil iedereen van mijn vrienden. Nou, jij mag even meelopen. Loop maar even met hem mee, dit praten we later wel een keertje. Later praten we een keertje over. We kunnen nu praten. Nee, je mag even mijn G-klas instappen, vriend. Oké, jongens, we hebben hem. Ik heb hem heel hard genaaid. Oei, ik heb hem echt heel hard genaaid. Maar ja, wat verwacht je dan van me? Ik ga ook als in echt al mijn vrienden genaaid worden door één gast. Dat ik het ook niet leuk doen met die gast die al mijn vrienden naait. Degene met de gun die erachter stond was Alexander. Keuze gemaakt. Dan is de keuze wel duidelijk gemaakt, ja. Nee, maar ik heb tegen hem gezegd dat hij niet moest schieten en hij heeft naar me geluisterd. Alleen hij zei, ik laat me niet zomaar op me schieten, dus er gaan nog dingen vallen. Ja, maar hij heeft een goede keuze gemaakt. Eerste die gaat vallen, zei. Oké, jongens, we hebben een nieuwe locatie. We zijn nu inmiddels hier bij de pier aangekomen. En daar gaan we verder even praten met hem en zo. Zo, oké. In het licht is mijn auto soms groen, dat is zo lelijk. Ik hoor voertuigen. Ja, dat kan van alles zijn, hè. Voertuigen kan van alles zijn. Er zit wel het leukste bij je broek met retails, als ik heel eerlijk ben. Hey, maar, ik zou het meenemen, dan kan je het aan een van je vrienden geven. Weet je wat ik wel knap vind? Maar waar laat je die hak bij elke keer? Dat kan ik je prima uitleggen. Wil je het echt weten? Ik denk dat je daar niet zo enthousiast voor wordt. Ik vind het een beetje goor. Ja. Wat de fuck is dit? Hey, over Edward gesproken. Ja, zeg het eens. Heeft hij een sniper? Heb je ooit eerder met een pistool geschoten? Want mikken kan je niet. Hallo, dat is ook weer zo'n nutteloze vraag. Edward Nigma een sniper bezit. Hey. Zie ik eruit fucking Edward Nigma? Mees, wil jij nog een vingertje hebben of niet? Dat vind ik wel goeie. Dank je, makkers. Met jou kan ik praten. Nou, nee, ja, ik had het over wat anders. Ik had het over Mees' obsessie. Je vinger. Wil je toch graag een vingertje van je hebben? Welke vinger vind je het minst interessant, Richard? We hebben een ketting. Nou, Heb je ooit biologie gehad? Zijn wijsvinger, kan die toch al niet zo heel veel mee. Mick is lastig voor hem. Wat gebeurt er als je een pink afsnijdt? Gaat bloeden. Fucking sukkel. Tuurlijk bloedt het. Ja, is toch zo? Nou, kies jullie maar. Dat is een raar antwoord op zijn vraag. Of op jouw vraag, Rick, bedoel ik. Ja. Je vraagt alleen maar aan welke vinger die gehecht is en dan krijg je geen hele biologieles. Ja, dan komt hij met biologie, ja. Je hebt trouwens een bolle kop. Echt een plofkop. Pol. Volgens mij heb ik een plofkop? Je hebt een plofkop. Een bolle plofkop. Wedden als ik jouw baard aanraak, valt die eraf. Maar het is tenminste geen bolle plofkop. Het is mijn plakbaard. Ja, waarom denk je dat ik plakken zet? Lul. Moesten ze niet lachen in het ziekenhuis? Toen ze jouw plofkop zag, ja. Nee. Letterlijk toen, zeg maar, je ouders zo... we noemen hem... hij heet al plakkers als achternaam. Ja? Ja, laten we makkers erop rijmen. Ja, mooi is dat ja. dan? Hoe mooi is dat ja, dan? Dat is niet echt mooi. We faalden de naam, hè? Hoe heet jij ook alweer? Ja, ik wist het niet, man. Nee, ik weet jouw naam niet. Hoe kan dat nou? Ja, Max is plakken, zeg je dan. Je kent het wel. Enjoy, heren. Ik zie jullie in de hemel. Fuck het. Reuze terug. Oké. Nou, laten we maar gaan dan. Nou, geslaagde missie. Is been geschoten.
knieschijf kapot. En we gaan loose. Goal dat we gaan. Nou, allebei de knieschijf met één kogel, maar. Allebei de knieschijf met één kogel. Ah, die gelijk bij het afval. Oké. Ja, dat is wel zijn plek. Ja, echt. Hij is thuis. Hij is thuis, eindelijk thuis. Nou jongens, we gaan terug nu. Hij is in zijn knieschijf geschoten. Prima, prima, dit is prima. Nu, misschien dat hij een klein lesje geleerd heeft, of hij is juist nu nog bozer. En dan kan hij, ja, als hij ooit nog goed kan lopen. Hij is letterlijk flink knieën verbrijzeld. Dat zijn wel kapot natuurlijk, gewoon die knieën. Dat is helemaal kapot. Dus als hij ooit nog goed kan lopen, dan ja, hè. We zullen het nooit weten. Maar we gaan in de binnenkort, nou, we zullen het nooit weten. We gaan erachter komen, kan ik beter zeggen. We gaan erachter komen of hij nu boos is. Of dat hij ons juist met rust gaat laten. De Zodiac. De man zullen we met z'n allen even mieten, nog een keer. Je stembanden werken niet. Ja, ja, ik was even met Edward aan het bellen. Ik heb een klapband gekregen. Waar ben je? Oh, ja, achter Jordi. Oh, die fucking shit. Ik schaaf in één keer. Ik ben echt legit door de vangrail gered. Weet je wat ik daar wel spotte trouwens? Ja, die auto van Jack Bo. Die gouden. Waar? Waar we net waren. Ja, ja, waar we net waren. Dat is fucked up. Ja. Maar Jack Bo, ja, weet je wat het is? Weet je wat... Oh. Hij is apart. Hij is oprecht apart. Ja, maar weet je wat het is? Zit Lucas hier ook in auto, ja? Ja. Jack Bo en Alex, weet je... Die zijn goed samen, toch? Ja. Dus als Alex zich tegen ons keert, bewijs van wat weerhoudt Jack dan ervan om ook tegen ons te keren? Ik heb wel een idee hoe we hem kunnen pakken.